De Premier. De nieuwste Belgische film van de regisseur Erik van Looy, met in de hoofdpersonages Koen de Bouw, Charlotte van der Mees en Stijn van Opstal. Iedereen weet, Erik van Looy is een van onze bekendste Belgische regisseurs. En zijn palmarès is toch al een film of 4 of 5 dat hij heeft, waarvan zijn twee bekendste, waarvan zijn laatste Loft en de zaak Alzheimer. De Belgische, de Premier is een Belgische productie. Moet ik zeggen, is niet zijn beste productie. Het probleem zit hem een beetje in het, ten eerste het verhaal, ten tweede het einde. Daar heb ik het meeste miserie mee. Qua acteerprestaties, ja, kost het niet beter van verwacht. Koen de Bouw is onze beste Belgische acteur voor dat moment. Speelde bijna ieder Belgische film die gemaakt wordt. Voor te beginnen, dus Koen de Bouw speelt de Belgische premier. Je wordt ontvoerd door een bende crimineel en je hebt als opdracht gekregen voor de Amerikaanse president te vermoorden die in ons land op dat moment op bezoek is. Meer kan ik er niet over vertellen, omdat anders stond een beetje te veel spoilers in. Maar, ik kan zeggen, de acteerprestaties zijn goed. Ik kan het in ieder geval zeggen, allee, het is allemaal perfect. Maar ten tweede, het probleem zit hem in de boek. De eerste over, er is niks van character building. Er is constant, ja, gewet, dus je moet die Amerikaanse president vermoorden. En daar is het. Hoe, waarom of wie, ja, dat weet je niet. Toen komen we op het punt, je ziet dat Erik van Looy naar Amerika geweest is. In de laatste film dat hij geregisseerd heeft was The Loft, zijn Amerikaanse remake van zijn Belgische film. En je ziet dat hij daar wel dingen op gepakt heeft voor in zijn nieuwste film, de premier te steken. Soms werkt het en soms werkt het totaal niet. Surtout vooral omdat heel de film is eigenlijk ver donker, weinig kleur. Je ziet dat de camera altijd ook vrij veel losstand gefilmd. Niet veel op statieven of dit. Dat kan je zeggen shaky cams, maar je ziet dat er iemand is die achter hem houdt. En ja, dat beweegt een beetje. Nu, ik heb er zelf geen probleem mee, wat goed is. Volgende punt dat ik aanhalen is bijvoorbeeld de muziek, moet ik zeggen, de muziek was wel goed. Oh, de muziek was op zweepunt, op een bepaald moment dat moest zijn, was het goed. Het derde punt, moet ik zeggen, qua einde van de film, dat spreekt me totaal niet aan. Ik weet niet wat dat de bedoeling was voor dat te doen, maar ze toen omdat je aan het kijken was, hij zat toch maar een bepaalde spanning, dat is zo zeggen. En ze toen omdat het veel Amerikaans gefilmd is. Want dat is het eerste wat je plat, de achtervolging zijn er ook, met notto en al. Je ziet, het is veel Amerikaans. Het is natuurlijk geen Amerikaanse productie, het is de Belgische productie, maar het is een Amerikaans tintje, je kunt er niet van onder het. Vierde punt dat ik aanhoor, dus is toen het einde. Het einde is inspiratieloos. De man die het script geschreven heeft, en het script is geschreven is van Louis zelf, het open met Robin Pront. Robin Pront is onze laatste nieuwe Belgische regisseur. Zijn laatste film dat je gezien hebt was Dardennen. Dat vond ik wel een veel goede Belgische film. Een swapper geschreven. Wat er dan gebeurd is, ik weet het niet. Maar het einde is inspiratieloos. Volgens mij zijn ze van, ja, we weten niet wat we moeten doen. We moeten doen je net nog maar. De film is een einde, maar ja, het zegt niks. Ja, het is een einde, maar het is wel cool. Nou, dankzij een einde geduurd dat Erik van Looy dan een film gemaakt heeft. Je hebt er niet echt zijn volste, beste filmprestatie achtergelegd dat we normaal zien gewend zijn van Erik van Looy. En daarmee moet ik zeggen dat voor een score van op 10, voor mij, is het 6,2 meer dan genoeg voor een Belgische film. Hij was niet heel goed, hij was niet heel slecht. Het was een typische Belgische productie die in mijn ogen voor zijn regisseur iets te ondermoots was.